Dit is Frederik, dat is een beagle. Die is 63 dagen drachtig nu en die is een nestje aan het graven. Dat kun je heel duidelijk zien, het typische gedrag van een teef die aan het einde van de dracht is en aan het bevallen is. Ze is erg onrustig, dat gebeurt meestal in de laatste dag. Teven gaan er op een bepaald ogenblik ook wat meer plassen. En vlak voordat ze echt gaan bevallen, kunnen ze erg gaan hijgen. De meest betrouwbare aanwijzing dat ze binnen 24 uur gaan bevallen is als de lichaamstemperatuur 1 graad daalt. Als je dan 3 keer per dag de lichaamstemperatuur bij die teef meet, zul je merken dat als die lichaamstemperatuur 1 graad daalt, dat het binnen 24 uur gaat gebeuren. Maar het moet wel een beetje rustig zijn in de omgeving. En het baasje moet er ook bij zitten. Nou, die is er. Paps Klabbers aanwezig. En die kijkt een beetje of het allemaal wat rustig blijft. Dat is nu 5 over 6 en de eerste komt er nu aan. Je kunt heel duidelijk zien dat ze dus in een stuitligging wordt geboren, dat pup. De pup, je ziet dat het staartje namelijk eerst komt. Ze komt dus als het ware achterwaarts bij de stuitligging. Of de stuitligging is eigenlijk een ligging waar hondeneigenaren niet erg blij mee zijn. Omdat de moederteef er over het algemeen wat meer moeite mee heeft dan de zogenaamde kopligging. En dan komt het kopje eerst. En het kopje maakt dan als het ware de weg vrij door de baarmoeder. Mond en in de bekkenholte, waar dat weefsel allemaal in zit, om, zodat het rest van het lichaam kan volgen. Nou, dan moet je af en toe even wat ondersteunen en even wat meehelpen om die, het grootste gedeelte van de pup, dat is namelijk de kop in de stuitligging, eruit te trekken. Dat kan de moederteef niet altijd zelf redden. Nou, als dat dan gebeurd is, dan zal ze aan de nageboorte blijven hangen aan de navelstreng. Ook altijd goed opletten dat het vlies rondom het bekje weg is, zodat het, de pup gelijk kan gaan ademhalen. Het eerste wat de moederteef doet als de pup is geboren, is dat ze de nageboorte opeet. Daar is ze een hele tijd mee bezig. Aan de nageboorte zit een navelstreng. En die kauwt ze als het ware door, zodat ze daarbij de bloedvaten in de navelstreng kneust, zodat die als het ware zichzelf dichttrekken. En niet meer leeg kunnen bloeden, zodat al het bloed wat in de pup zit, daar ook in blijft. Dat moeten we dus vrijwel altijd toelaten. En waarom is dat ook belangrijk? Om een moeder- en kindbinding tussen pup en teef te kunnen tot stand brengen. Doordat de moeder zo met die teef bezig is, zal ze die teef accepteren als zijnde haar pup. En zal ze ook straks de teef toelaten om melk bij haar te drinken, zal ze ervoor gaan zorgen. Ja, dank. Nou, de volgende die is ook geboren en die ligt ook in stuitligging. Eerst komt dus het staartje. Deze gaat ook heel erg snel. Het is ongeveer 40 minuten nadat de tweede geboren is. Die andere twee zitten hier. Nou ja, dan gaan we eens kijken of dat de moeder teef inderdaad dus weer de nageboorte opeet. Dat gebeurt weer. En dit is een kleintje die het op dit ogenblik erg moeilijk heeft. Je ziet ook dat er wat schuim uit het neusje komt. Met moeite met ademhalen. Dat is al wat droog gebleven. En als je hem dan voor moeder houdt, dan zul je zien dat de moederteef datgene gaat doen wat ze eigenlijk moet doen. Ze zal dan de pup gaan likken. En ze zal hem proberen wat, met de uitademingslucht van haar neus wat koud te maken. Zodat die pup als het ware gedwongen wordt om adem te halen. Het is een klein slap diertje. Wat echt van ver moet komen. Nou, en dat worden over het algemeen... De pittigste hondjes. En eens kijken hoe deze geboren wordt. Allemaal stuit. Ook weer stuit. Ja, er is ook weer een stuit. Je kunt hier het staartje zien liggen. Er is ook weer een stuitligging. Maak ze voor de vriend. Ja, eventjes een doekje erbij. Even wachten, even normaal blijven liggen. Dan is het weer even wat helpen. Juist. Hebbes. Dat is de grootste jongen van vandaag. Zo, die heeft het even wat vastgelegd. Zo, dus die moet gelijk even hupsen. Dan houden we hem even op zijn kop. Dat even het slijm eraf kan lopen. Schudden. Een beetje schudden. Dan roggelt het wat. Maar deze heeft natuurlijk wel... Kijk, inmiddels wordt dus de nageboorte al onder de handen opgegeten. Jansen, moest je kijken wat een dikkerd.
Ja, dat is een hele beste dit. En het is ook weer een... Weer een jongen. Weer een jongen. Vier jongen hebben we nu. Nou, nu Frederik ze allemaal op de wereld heeft gezet, wordt het tijd voor mij en de baasjes van Frederik, Guido en Babs om eens wat gezelligs te eten. Dat hoort er allemaal bij. Beschuit met meisjes. Mensen, gefeliciteerd.